Zijn tweede partij, Dex Elmont weer in het blauw, is tegen Marcel Trudov uit Moldavië. Hier probeert Elmont een schoudertechniek. Die mislukt. Trudov, de nummer 3 van het afgelopen EK in Tbilisi. Elmont was daar tweede. Ze hebben nog nooit eerder tegen elkaar gejudo'd. Hier een waarschuwing voor Trudov. Dat betekent een gele kaart, maar nog geen score voor Elmont. Dat gebeurt pas bij de volgende waarschuwing. Maar hier is het al afgelopen. Een heuptechniek van de man uit Moldavië. En hij gooit Elmont vol op de rug. En daarmee is het toernooi voor Dex Elmont na twee partijen voorbij. Heuptechniek, vol op de rug, Ippon. Elmont is klaar.